Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Hey, leuk dat je meekijkt. Vandaag ga ik het met je hebben over Rich Dad, Poor Dad. Een boekrecensie over dit hele mooie boek over financieel management eigenlijk. Een financieel boek en natuurlijk met in combinatie met persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk die twee thema's komen heel erg terug in het boek van Robert Kiyosaki. Dat is de auteur van dit boek. En ik ga dit boek even met je doornemen en waarom je dit absoluut moet gaan lezen als jij je financieel management een beetje op orde wilt hebben. En als je uiteindelijk ook financiële vrijheid of misschien zelfs wel financiële onafhankelijkheid wilt creëren. Goed, in het boek bespreekt hij eigenlijk drie belangrijke inzichten die ik met je wil doornemen, waar jij mogelijk meteen iets mee kunt. Kiyosaki zegt in zijn boek als allereerste dat je het verschil moet begrijpen tussen assets en liabilities als je uiteindelijk rijk wilt worden en juist niet arm wilt zijn. Goed om te benoemen trouwens is Rich Dad Poor Dad staat hier in het Engels, maar hij is ook in het Nederlands te verkrijgen onder rijke pa, arme pa. Dan weet je dat ook meteen. Het verschil tussen assets en liabilities, wat is dat nou eigenlijk? Nou, assets zijn bezittingen, zijn dingen die jij hebt en die jou ook geld opleveren. Daarbij valt te denken aan enerzijds bijvoorbeeld je bedrijf laten groeien. En dus geld stoppen in je bedrijf om er uiteindelijk meer rendement uit te halen. Het kan ook betekenen dat je vanuit vastgoed gaat denken. En dus dat je iets gaat verhuren waar je uiteindelijk dus maandelijks inkomsten uithaalt. En een andere zou kunnen zijn aandelen. Eigenlijk zijn dat wat mij betreft de drie meest voorkomende manieren om je inkomsten te creëren op de manier zoals Kiyosaki dat benoemt in zijn boek. Natuurlijk kun je het ook nog doen bijvoorbeeld royalties te vragen. Hè? Dus jij bedenkt bijvoorbeeld een idee of je helpt iemand en dan krijg je 2% van de winst van dat bedrijf. Allemaal van dat soort thema's en dingetjes kun je ook doen, maar dat gaat een beetje buiten dit boek om. Assets en liabilities, daar draait het eigenlijk om in dit boek. En vooral als je dus rijker wilt worden in plaats van armer. En wat het verschil ook is tussen rijke mensen en arme mensen, is vooral de investeringen die zij doen en hoe zij met hun geld omgaan. En in dit boek bespreekt hij dus hoe je meer assets kunt opbouwen voor jezelf. Want uiteindelijk wil je in de ideale situatie, wil je weten wat jouw ideale leefstijl is. Dus stel je voor met 2000 euro kun je alles doen wat je maar wilt. Dan heb je dus assets nodig van 2000 euro. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Een maandelijks inkomen dat automatisch gegenereerd wordt. Dat zou nog het allermooiste zijn natuurlijk. En dus een passief inkomen die dat allemaal voor jou doet. Dus dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld 3-4 huizen gaat verhuren. Waardoor je die 2000 euro aan huuropbrengsten krijgt. Daar hoef je niet zoveel voor te doen. En toch komt al dat geld binnen. Met aandelen kan het hetzelfde zijn, hè, dat je het zo verdeelt dat je een dusdanig rendement erop hebt, dat je ook daar elke maand van kunt rondkomen. En hetzelfde geldt voor het investeren in je eigen bedrijf. Goed, dat is het verschil. En Kiyosaki benoemt ook een huis dat je zelf hebt, is geen asset, omdat het geen geld oplevert. En dat is een belangrijk verschil tussen uitgaven en inkomsten. Dus je geeft iets uit. Dat doe je met een huis. En dus je geeft geld uit. Het is geen investering. Al denken we dat vaak wel. Maar het levert geen geld op. En daardoor is het geen investering. Het kost alleen maar geld. Op dat moment. Investeringen zijn daarnaast wel dus de verhuur. Waar je dus geld uit kunt halen. Wat het ook kan zijn is dus die aandelen. Of het investeren in je bedrijf. Een tweede belangrijke inzicht wat ik hieruit heb meegekregen. Is dat als je echt heel rijk wilt worden. En dat hoeft natuurlijk niet per se in de miljoenen te zijn. Maar wil je echt heel goed verdienen. Dan moet je zeker ondernemer worden. En niet in loondienst blijven. Omdat er één heel belangrijk verschil is tussen mensen die in loondienst werken. En ondernemers. En dat is de belastingvoordelen die je krijgt als ondernemer. We krijgen allebei inkomsten. Hè? Dus de ondernemer krijgt inkomsten. En daarnaast krijgt, als je werknemer bent, krijg je ook inkomsten. Dus dat is allebei gelijk aan elkaar. Daarna gebeurt er iets heel interessants. Van die inkomsten, dus stel jij werkt voor een baas. Dan gaat daar de belasting uiteindelijk af. Maar eerst gaan alle, dus eerst gaat je belasting daar af. Dus ik moet het wel goed zeggen, dus de inkomsten heb je. Daarna gaan de belastingen daaraf. Die worden afgedragen. En daarna geef je dingen uit. Kortom, over die dingen die je uitgeeft. Daarover wordt geen belasting meer afgedragen. Want dat heb je daarvoor al gedaan. Dus jouw inkomsten, jouw belasting wordt afgedragen over al jouw inkomsten die je hebt. Bij een ondernemer is dit juist net andersom.
Ze hebben inkomsten. Dan gaan alle uitgaven er eerst af. En daarna pas betaal je belasting. En dit levert dus al een belastingvoordeel op van vaak iets van, reken het maar uit. Maar de tarieven die veranderen natuurlijk iedere keer. Maar tussen de 35% en 50%, afhankelijk van wat je verdient ook. Maar die belastingvoordelen die krijg je dus al op alle uitgaven die je daarin doet. En er kunnen best wel veel dingen zijn. Dus je hebt daar altijd al een belastingvoordeel te pakken. En in 1 jaar tijd hoeft dat nog niet heel veel geld te schelen. Maar als je dat over de jaren gaat uitrekenen, dus over 10, 20 jaar, dan is dat een enorm groot bedrag. Want het kan heel erg hoog oplopen. Dus dat is de tweede om heel goed te onthouden. Natuurlijk heb je ook een bepaalde beperking. Als je als werknemer, dan kom je op een gegeven moment tegen een salarisplafond aan. Als ondernemer heb je de mogelijkheid om continu door te groeien. 3. En mijn derde inzicht dus, is gericht op het financieel management dat ook Robert Kiyosaki voor zichzelf heeft. En dat is een 3-stappenplan die je gewoon moet doorlopen om uiteindelijk rijk te kunnen worden. De eerste is make money, dus en maak geld, verdien geld. Nou, dit begrijpt iedereen wel, hè? Je hebt dus een salaris nodig om dat te gaan doen. Wil je dat proces versnellen, dan heb je een hoger inkomen nodig. Maar, zegt Kiyosaki, alleen een hoog inkomen is niet het allerbelangrijkste. Wat nog veel belangrijker is, is hoe jij met dat geld omgaat. Er zijn miljonairs die alsnog blut zijn omdat ze ook nog meer uitgeven dan die miljoenen die zij hebben. En dan lukt het dus alsnog niet. Dus de tweede stap is wellicht de belangrijkste stap en dat is keep money. Dus make money, keep money. Dat is stap 2. En dat gaat heel erg over, geef dus nooit meer uit dan je verdient. En dat klinkt misschien heel makkelijk, maar toch zijn er heel veel mensen die dit niet op de juiste manier oppakken. Dus heel goed om te onthouden, spend less than you earn. Zo zeggen ze dat in de persoonlijke ontwikkeling ook wel eens. Hè? Spend less than you earn, onthoud dat heel goed en dan kun je de volgende stap nemen. En als je weet hoe je je geld kunt bewaren, dus dat je weet, oké, ik verdien meer geld, maar ik hou ook een bepaald percentage, hou ik voor mezelf. Dan kun je door naar stap 3 en dat is invest money. Okay, dus allemaal op een rij, dus make money, keep money en invest money. En dat is de plek waar je gaat investeren dus in je geld. Dus je hebt een bepaald percentage wat je bijvoorbeeld afdraagt. Dat is ook nog een hele mooie tip in zijn boek, is pay yourself first. En dus zorg ervoor dat jij een bepaald percentage, en vaak is een aanrader om met 10% te beginnen, van je inkomen, zet dat opzij en ga dat investeren. Dus ga dat investeren in iets wat jou meer rendement gaat opleveren en meer geld gaat geven. Dus dat kan zijn investeren in je eigen bedrijf, dat kan weer zijn investeren in vastgoed, dat kan weer zijn investeren in aandelen. Dat zijn die 3 belangrijke punten die ik hier even uitlicht. Natuurlijk zijn er meerdere manieren, maar dat zijn de 3 meest voorkomende manieren om dat te doen. En vaak ook het handigst of het makkelijkst om daarmee te beginnen. Dus dat zijn de 3 stappen die je wilt doorlopen voor financieel management. Make money. En hoe meer geld je dus kunt verdienen en je kunt het ook bewaren, hoe sneller je natuurlijk kunt gaan investeren en hoe meer je kunt gaan investeren. En waardoor je dus uiteindelijk ook een hoger maandelijks inkomen kunt gaan genereren. Om zeker over 10, 20 jaar bijvoorbeeld financieel vrij te worden of wat jouw doel ook maar is. Maar op die manier goed met je geld om te kunnen gaan. Goed. Dat waren de mijn 3 belangrijkste inzichten uit het boek Rich Dad, Poor Dad. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Laat me even weten in de reactie onder deze video wat je ervan vond. Heb je dit boek al eens gelezen? Wat waren dan jouw belangrijkste inzichten? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Laat me gewoon weten. Heb je dit boek al wel of niet gelezen? Lijkt het jou interessant om hiermee aan de slag te gaan? Wat was voor jou heel erg interessant uit dit boek? En wat zijn eventuele andere aanraders voor jou op het gebied van financieel management? Laat het mij gerust eventjes weten. Vond je dit een leuke video en wil je meer tips en inspiratie over persoonlijke ontwikkeling, mindset en bijvoorbeeld jouw financiële plaatje? Abonneer je dan ook zeker eventjes op mijn YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft van mijn nieuwe video's. En dan hoop ik jou natuurlijk de volgende keer weer te zien. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door. Laat me weten wat je van de podcast vond.